Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit de filosofische school in Leiden. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen in Leiden en directeur van de HCSS. Welkom Rob. Ja. Je hebt een fascinerend boek geschreven, De Nieuwe Wereldorde, hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. Er is veel gebeurd. 2019, we hebben ook langzaam het debat zien opkomen over wat doen we eigenlijk met China, de China-politiek. We hebben discussies rond Hongkong, we hebben meegemaakt hoe er sprake was van spionage bij ASML, de discussie rond Huawei. Hoe heb jij, wat bracht jou ertoe om dit boek schrijven in 2019, wat nu zo actueel is? Wat je ziet is inderdaad dat nu een land opkomt, China, dat totaal niet westers is. Dat deelt onze waarden niet. Het is een staatskapitalistisch land. Het is een autocratie. Het heeft een totaal andere kijk op hoe je een maatschappij moet organiseren, maar ook op de economie. Wat hier wordt vergeten in dit deel van de wereld, is dat handelspolitiek niet iets neutraals is tussen bedrijven, wat wij hier in dit deel van de wereld denken, maar daar is handelspolitiek gewoon een politiek instrument. Ja. En dat is zo verschrikkelijk anders. En dat leidt tot zoveel problemen ook voor bedrijven hier in bijvoorbeeld Europa, maar ook in Nederland, in Amerika, dat wanneer dat maar verder door zich gaat ontwikkelen, je enorme reactie gaat krijgen. Ja, Onder andere de handelsoorlog van Trump. Daar wil ik het graag over hebben. Je boek is opgebouwd uit drie delen, drie hoofddelen. Hè? En aan het begin laat je eigenlijk zien hoe die westerse wereld intern ook eigenlijk met allerlei vraagstukken worstelt. Dat je ziet eigenlijk dat de traditionele, laten we zeggen, ook instituties onder druk komen te staan. Ja. In het tweede gedeelte beschrijf je eigenlijk de opkomst van China vanuit zijn eeuwenlange geschiedenis. Ook de vernedering die ze in de 19e eeuw hebben ondergaan, doordat ze eigenlijk te laat gemoderniseerd hebben. En vervolgens in het derde deel, toch de nieuwe fase naar de toekomst. Van als we zien dat het Westen aan de ene zijde intern zwakker wordt, China opkomt, waar wij staan. Dan krijg je dus een wereldorde met Chinese karakteristieken. Ja, zoals ze trouwens zelf noemen. Hè? Ja, precies. Nou, de vraag is inderdaad of we daar terecht zullen komen. Daar gaan we het ook nog over hebben. Ja. Maar wat denk ik interessant is, en daarom refereerde ik ook al eventjes aan Huntington, dat je eigenlijk in dat eerste gedeelte al schetst dat wij met name na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk onder de paraplu van de Verenigde Staten, met Bretton Woods en samen met de NAVO in een structuur terecht zijn gekomen waarin, laten we zeggen, de liberaal-democratische, kapitalistische wereldorde, althans in het Westen, gevormd is. Ja. Dat we vervolgens in 1989 denken, Fukuyama, end of history, dat wordt de mondiale orde. En dat wij van daaruit ook een idee hebben gehad van wat handel is, idee van universaliteit. Universaliteit van onze waarden, mensenrechten enzovoort. En dat we eigenlijk nu zien dat die westerse waarden, en daarom noemde ik ook Huntington, dat die eigenlijk binnen Europa al onder druk staan, waar het gaat om bijvoorbeeld het oosten. Ja. Wat we bij Orbán waarnemen, of wat we in Polen nu zien. Ja. En dat tegelijkertijd, kijk, die opkomende mogendheden zeggen van dat zijn westerse waarden leuk, maar dat zijn niet onze. Ja, dat klopt. Kijk, softpower is bijvoorbeeld wel een belangrijk element hier. Softpower is zeg maar de aantrekkingskracht van een land. Ja. Dat is altijd Amerika geweest. Hè? Softpower in de zin van, het is het rijkste land van de wereld, maar er komen ook mooie dingen vandaan. Het is het land waaraan je wil spiegelen. Zo wil jij ook worden. En je wil zo rijk worden, maar je wil ook bijvoorbeeld hetzelfde produceren op, laten we zeggen, cultureel gebied. Hollywood, ik noem maar wat. Wat je nu ziet, is dat een aantal landen zegt van maar dat functioneert niet goed. Kijk eens naar China. Het is een autocratie, het is een staatskapitalistisch land. Oké, economie is politiek, maar moet je zien hoe ze groeien, hoe ze het doen. Dat willen wij eigenlijk ook wel. En je noemde Orbán, de premier van Hongarije. Dat is nou zo een. Die heeft gezegd van de echte sterren die flonkeren, bij wijze van spreken, boven China. Dat is een land waar je aan moet spiegelen. En dat is dus ook een land waarvan het politieke systeem interessant is. En dus wil ik eigenlijk ook wel een illiberal democracy, zeg maar een autoritaire democratie. Ik wil een beetje die richting opgaan als China. Dat is veel meer een dictatuur overigens dan Rusland. Dat is inderdaad een liberal democracy. Dus een laten we zeggen, een autoritaire democratie waar je een leider kiest die feitelijk je bekleedt met grote macht. Je ziet dus inderdaad verschuiving in de wereld waarin men zegt van dat westerse model werkt niet meer, maar de andere modellen werken wel. Het is dus bijna, als je het zo formuleert, ook bijna de verplaatsing politiek-filosofisch gezien van John Locke, die grondlegger van de liberale gedachte, waarbij je spreekt over onvervreemdbare rechten van het individu, die ook belangrijk geweest voor de Stichting van Amerika destijds, een Amerikaanse grondwet, naar meer iemand als Hobbes, die juist rond veiligheid, de soevereiniteit van staatsmacht en de monarch als vertrekpunt neemt. Hè? Dan je gaat van het individu naar het collectief. Ja. Dat is natuurlijk bijvoorbeeld in China is dat buitengewoon belangrijk, dat het individu telt niet, het collectief wel. Ja. Individuele mensenrechten heb je niet op onze manier in China. Mensenrechten worden veel meer in collectieve termen beschreven. Hè? Het recht op veiligheid. Het recht op geen armoede. Dat soort dingen. Daar valt wel wat voor te zeggen. Maar op een gegeven moment, dat zal niet al te snel gebeuren in China. Maar willen mensen toch ook wel wat meer individuele vrijheden hebben. En dat dus... Dat gebeurt nu niet in China, maar dat niet in het DNA van de gemiddelde Chinees zit, dat blijkt wel uit wat er in Hongkong gebeurt. Maar Hongkong heeft een andere voorgeschiedenis dan China. Dat heeft gewoon 100 jaar feitelijk een meer westerse oriëntatie achter de rug. En daar is het individu belangrijker dan in China zelf. Ja, nou heb ik ook altijd bij Huntington me wel de vraag gesteld. En misschien kunnen we daar aan het eind van het gesprek nog op terugkomen. Maar of je dus die modernisering op het gebied van wetenschap, techniek en economie, of je die kunt doorvoeren zonder inderdaad de andere kant van de westerse erfenis. Want natuurlijk die techniek en die wetenschap, die vinden hun geboorte in het Westen. Ja. Maar zonder dat andere principe van die individuele vrijheid. Want dat is natuurlijk de claim van Huntington. Je kunt moderniseren zonder te verwestersen. Dat denk ik dus ook. Daar ben ik inmiddels van overtuigd geraakt dat dat zo is. Zeg maar de vooruitgang die China op technologisch gebied maakt, is deels te verklaren door het politieke systeem dat ze hebben. Dus wij denken altijd van, je kunt pas tot creativiteit komen als je helemaal vrij bent. Nou, dat is dus gewoon niet zo. Als je techneut bent in China, dat is een walhalla. Je mag fouten maken, er is geld genoeg. En heel belangrijk, er zijn geen privacywetgevingen. Dus je kunt ongelimiteerd gebruik maken van data. En data is de essentie van de nieuwe industriële revolutie. Dus data wordt een grondstof. Dus je kunt data delven en daar kun je nieuwe producten van maken. Bijvoorbeeld een product voor artsen die door middel van data veel beter kunnen zien. Op basis ook natuurlijk van de toepassing van kunstmatige intelligentie. Of wat voor ziekte jij of ik onder leden heb en hoe je daarmee om moet gaan. En mijn privacy hoeft niet beschermd te worden, want je leeft voor het collectief. Nee, exact. En dus dit maakt het mogelijk voor China om zeg maar die datarevolutie naar zich toe te trekken. En ervoor te zorgen dat daar dus de producten ook worden gemaakt op grond van data. Dus als je techneut bent, is het fantastisch. Ja. Maar ja, mensen zoals jij en ik, die hebben de neiging om zich over van alles en nog wat te uiten. En wij willen graag dit soort gesprekken kunnen voeren. En we willen ook zo nodig kritiek kunnen leveren op Rutte. En dat op YouTube op Merkel kunnen zetten. En dan lekker er tegen. Dat kan niet. Ja. Maar het aantal mensen dat wil, is niet zo groot hoor. Ja. En daar zit dus wel echt een probleem. Ja, dat vormt ook een van de claims in je boek. Hè? Dus dat eigenlijk, en ook daar wil ik nog even dadelijk op terugkomen, maar dat je zegt van het is juist dit voordeel op het gebied van technologie en wetenschap, waarin eigenlijk dus men geen rekening hoeft te houden met een aantal van die westerse waarden, die in dit geval efficiëntieverhogend zijn. Ja, en ook zelfs onze collega's, zeg maar, hè? In China, als ik daarmee praat. Ik heb gewoon de gesprekken die ik met jou ook heb. Ja. Maar je moet je niet tegen de partij gaan keren. Hè? Dat is echt typisch communistisch systeem. Ik weet dat nog uit de Koude Oorlog. Zo oud ben ik inmiddels al. Daar had je dus... Kijk, als je een stuk schreef als wetenschapper, dan schreef je eerst iets over de zegeningen van Lenin en Marx. En vervolgens kon je doen en laten wat je wil. Nou, ja. Dat is niet veel veranderd hoor in China. Dus eerst de zegeningen... Dus als je maar bekent tot het systeem... Dan kun je doen en laten wat je wil. Ja. Dus daar kunnen mensen ook heel handig mee omgaan. Misschien toch, voordat we nog iets dieper in dat vraagstuk duiken... en ook wat het voor ons betekent, dan de eerste stap terug. En dus we zien die ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog... waarin wij een nieuwe, in het Westen... en je zou kunnen zeggen een nieuwe structuur optuigen... onder de paraplu van Amerika... Het proces van dekolonialisering wordt ingezet. En we ook in een verschillende golven eigenlijk een primaat gaan leggen bij de economie. Waarin het welzijn, maar ook deels ook de vrijheid van het individu, van ons allemaal wordt bevorderd. Ja. Dus het wonderlijke, en dat realiseerde ik me ook toen ik jouw boek las. Van, als je kijkt naar onze oude handelstraditie, dan, of we nou teruggaan naar de Vikingen... Of misschien nog wel verder terug, dan zie je dat handel en oorlog altijd al dicht op elkaar zaten. Dat macht buitmaken, dat kolonialisering precies ook een uitdrukking daarvan was. Ik bedoel, wij hebben handel gedreven, ondertussen imperialistisch. Op de een of andere manier zijn we dat... Dat is wel heel westers, hè? Ja, maar we zijn dat bewustzijn, van die samenhang tussen handel en macht... lijken we op een bepaald... En het DNA van je maatschappij... Ja. Dus wat dan zo netjes heet de politieke en de strategische cultuur van een land. Dat is diep geworteld in je geschiedenis. Dat realiseerde ik me ook toen ik dat boek schreef. Wij vinden altijd wat van een ander land. Ja. Als wij ontwikkelingssamenwerking geven, als bijvoorbeeld Nederland... dan stellen wij ook eisen aan het bestuur in zo'n land. Het moet niet te corrupt zijn en er moet een beetje democratie... Nou, en we willen altijd overal een soort Denemarken en Nederland van maken. Inclusief Afghanistan. Dat lukt allemaal feilloos niet, hè? Dat is een groot probleem. Ja. China is echt totaal anders. Ook bij China is dat geworteld natuurlijk in de geschiedenis, in de cultuur van het land. Ik noem dat het tribuutsysteem 2.0. Daar waar een land als Nederland, dat altijd een zeegaande natie is geweest... met een grote blik over de wereld, een handelsnatie wat met alle uithoeken handel dreef... en dat komt ook tot uitdrukking in de wijze waarover wij over militaire macht nadenken. De inrichting van onze krijgsmacht. Maar ook dus ontwikkelingssamenwerking. Dat is met China is dat ook zo. Dat tribuutsysteem, dat is een heel interessant systeem. Dat bestond in het keizerrijk. Dat ging ervan uit dat een monarch buiten China... die per definitie een barbaar was... in vergelijking met de Chinezen... dat die... zich ondergeschikt moesten verklaren aan de Chinese keizers. En om dat te doen, en om dat duidelijk te maken, moesten ze tribuut betalen. Dus laten we zeggen, cadeautjes geven. Ja. Echt een ondergeschiktheid. China nummer 1 in de hiërarchie. Dat bestaat nog steeds, dat hele idee. En het interessante is van China, dat is het grote verschil met het Westen... China vindt niet zoveel van andere landen. Het zal ze een worst wezen. Daar wonen toch de barbaren... In andere landen. Het is de beschaving is van een andere orde, voor zover het al een beschaving is, bijvoorbeeld hier in het Westen. En dat heeft enorme consequenties. Dus China heeft geen problemen met hoe je je land inricht. Het zal een worst wezen, of het een dictatuur is, of een democratie, of het een monarchie is, of een republiek. Het maakt allemaal niet uit, je doet maar. Maar één ding moet je niet doen, en dat is je kanten tegen de hiërarchie van China in dat systeem. China first, zou ik zeggen. Het is gewoon Trump. Ja. Xi en Trump, het is geen wonder dat die lui wel met elkaar door één deur kunnen. Het is gewoon hetzelfde. Het is China first, het is America first. Het is allebei denken in termen van zero-sum games. Het is mercantilistisch. Alles wat je kunt bedenken is van toepassing op die twee landen. Ja, dus de soevereiniteit van het land in plaats van de internationale orde eigenlijk. Hè? Dus toch als vertrekpunt. Nou, ik refereerde zo even aan dus onze eigen geschiedenis... waarin je ziet dat toch handel en macht vaak met elkaar samen zijn opgetrokken. Dus je ziet dat we na de Tweede Wereldoorlog... Maar dat geldt dus ook voor China? Ja, zeker. Maar dat we juist na de Tweede Wereldoorlog, juist door dat drama... in samenspel met dat idee van mensenrechten... misschien een soort idee hadden van globalisering... waarin we die machtsvraag eigenlijk minder zijn gaan stellen. Het idee was, de globalisering is vooral een economisch proces... En het interessante is... Ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. We hebben hem niet gesteld, de machtsvraag, omdat we gewoon de macht hadden. Als je de macht hebt, dan hoef je hem ook niet te stellen. Dat is waar, maar dat maar kan we beginnen hem nu wel te stellen. Nou ja, dat bedoel ik. Want het kan ook betekenen dat jij dus niet doorhebt dat ondertussen in dat proces van globalisering de anderen eigenlijk een heel ander soort agenda heeft dan jij zelf. Nou ja, en je gaat dan ook voorbij aan een aantal fundamentele verschuivingen die sowieso al zichtbaar zijn in de internationale betrekkingen. Realiseer, mijn eerste boek over die machtsverschuiving schreef ik in 2005. Mm-hmm. Ik hoef er geen woord aan te veranderen. Je zou het nu zo weer uit kunnen brengen. Dat boek heette Supermacht Europa. Niet Superstaat Europa, maar Supermacht Europa, omdat Europa, en dat vind ik nog steeds, een aantal machtsinstrumenten moet bundelen om daarmee macht uit te kunnen voeren in de wereld. Om je positie veilig te stellen, je belangen te verdedigen. Je zag toen al dat Amerika aan het wegglijden was. Je ziet, dat beschrijf ik ook in dit boek, dat de Noord-Noordhandel en de Zuid-Zuidhandel ten opzichte van elkaar begonnen te verschuiven. Dus de Zuid-Zuidhandel, even heel grof, onder leiding van China, zuidelijke landen, Noord-Noordhandel, de ontwikkelde wereld, overigens inclusief Australië. Dat begon al te verschuiven. Vanaf de jaren 80 begint dat al te verschuiven. En toen was de Noord-Noordhandel pakweg 50% van het totaal. En die Zuid-Zuidhandel was bijna niks. En dat zo rond 2010 is dat elkaar gaan kruisen. We zien dus al bijna 30 jaar, nee, wat is dit? Ja, 30 jaar. 30, 40 jaar zelfs, dat dit aan het verschuiven is. Maar waar ik dan op doel is dat... Maar mensen willen dat niet zien. Nou ja, dat is dus precies mijn punt. Hè. Dat blijkt ook wanneer je boek goed leest. Dat in feite de economische expansie van China een vorm is ook van oorlogvoering. Ja, dus dat economie voor hen dus iets anders is dan voor ons. En dat we inmiddels in een positie zitten dat we eigenlijk veroverd worden, sluipenderwijs. Ja. Dat we veroverd worden, zodat er niet eens meer met militaire middelen hoeft te worden ingegrepen. Nee. Want je kan... En zoals de Japanners overkwam een tijdje geleden met een kotter, een Chinese kotter die in hun territoriale wateren was gekomen. Nou, dus er was een aanvaring met de kustwacht. Ze hebben die mensen ingerekend. En heel gedoe, er zou een proces komen. Ja, die kotters, die zijn dat zijn niet echte vissers, hoor. Nee. Maar goed, netto resultaat was wel, China zette even de medicijntoevoer stop. En vervolgens hebben de Japanners, als de wieden weer gaan, die mensen van die kotters terug naar China laten gaan. We hebben het gezien met de problemen rond de Senkaku-eilanden, die door zowel China als Japan worden betwist. Dat heeft ook tot clashes geleid. Heeft bijvoorbeeld geleid tot een stop van de export van zeldzame aardes. Zeldzame aardes zijn gewoon elementen die je nodig hebt voor je high-tech-industrie. Je vergroening, dat soort zaken. En China domineert 90% van de markt. Ja. Dus het is een bijna monopolist op dit gebied. En China begrijpt het heel goed. Maar het echte punt is natuurlijk Belt and Road. Dus de nieuwe zijderoutes. Ja. Dat is echt. Dat schets je ook. Hè? Dat is gewoon de crux van de zaak. En dat is begonnen gewoon eigenlijk als een project in 10 jaar geleden bijna. Om ervoor te zorgen dat het surplus van de Chinese maakindustrie kon worden geëxporteerd. En dat is gaandeweg veranderd door alle investeringen in een politiek beïnvloedingsproject. En je ziet dus nu dat dwars door Europa heen gaat. Ja, het loopt tot Italië toe. Hè? Nou ja, Italië, eerste G7-land dat zich heeft aangesloten bij Belt and Road. En ja, weet je, als je gaat investeren in landen, ja, dan krijg je belangen. En die belangen moeten verdedigd worden. En daar lopen nu een aantal landen tegenaan wat daar de consequenties van zijn. Als ze bijvoorbeeld de schuld niet meer kunnen terugbetalen. Want wij willen er nog een keer ontwikkelingssamenwerking geven en we schrijven dat af. Maar China doet dat vrijwel allemaal in termen van leningen. Ja. En als je ze niet kunt voldoen, dan moet er iets voor terugkomen. Ja, dat zien we dus gebeuren. Een van de meest geruchtmakende zaken is natuurlijk Sri Lanka. Die kon zijn schulden niet terugbetalen. Die moest daarvoor een haven afstaan. Langjarig geleased. En het gevolg daarvan is dat China die haven nu gebruikt niet alleen voor import en export, maar ook voor marinefaciliteiten. En wat dat betreft moet je ontzettend goed uitkijken wat er gaat gebeuren met Montenegro. Ja. Montenegro is een fantastisch voorbeeld, de jongste NAVO-lid. Daar wordt een snelweg aan gelegd met Chinees geld. En niemand heeft enig idee waar dat goed voor is. Want het is een monsterproject. Ja, dus... En één ding is zeker, ze kunnen het niet terugbetalen. Ja. En we weten ook dat in het contract, dat is geheim, maar goed, alles lekt natuurlijk uit. Dat er in dat contract ook staat van als het niet lukt, Als je het niet kunt terugbetalen, moet je infrastructuur afstaan of een deel van je territorium. Dat zou maar zo kunnen zijn dat je dan in Montenegro zit met de situatie waarin China de mogelijkheid krijgt om een haven, een marinehaven, te beginnen in een NAVO-land. Zover is het nog niet, maar ze worden wel redelijk zenuwachtig. Ja, nou hebben we natuurlijk de afgelopen jaren met name dan een aantal verhitte discussies gezien. En rond die economische machtspolitiek van China. We hebben de spionagezaak gehad bij ASML. We hebben de discussie rond Huawei. Trump heeft in feite met zijn, eigenlijk al meteen na zijn verkiezing, de aanval geopend. Met zijn hele handelsoffensief. Dus er is iets veranderd ten opzichte van 5 jaar geleden. Ja, kijk, ik bedoel, ik ben niet een groot fan van Trump. Maar hij had hier wel een punt. Hij is hier absoluut een punt. Absoluut een punt. Het is evident dat toen China lid werd van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, begin van deze eeuw, men gedacht heeft, nou, dat handelsgat tussen China en Amerika, dat gaat wel verkleind worden. Niet. Ja, ze kwamen ook onder voorwaarden van een soort derde wereldland. Ja. Dus met een aantal voordelen zijn ze nog steeds. En het gedwongen overdragen van technologie aan Chinese bedrijven als je joint venture wil beginnen, dat zal wel afgelopen zijn. Niet. Ja. Dumping vanuit China in Amerika, Europa, niet. Ik bedoel, ze hebben gewoon alle regels aan hun laars gelapt. Trump had absoluut een punt hier. Ja. Het probleem van Trump is niet die handelsoorlog die hij met China is begonnen, maar dat hij vervolgens een handelsoorlog is begonnen met de rest van de wereld, en inclusief zijn bondgenoten. Dat maakt Trump, en dat beschrijf ik ook ergens in het boek, een president die niet past binnen een frame. Want normaal gesproken zou je verwachten dat als dit gebeurt met de opkomst van China, dat je als Amerikaanse president de banden aan gaat halen met je bondgenoten, om samen een dam op te werpen. Maar in plaats daarvan sloopt hij zijn eigen dammen. Ja. Maar tegelijkertijd zie je dat de rest van de wereld zich wel gedraagt volgens de regels en de theorieën van de internationale betrekkingen. Dus Trump die onttrekt zich aan de regels, de theorieën van de internationale betrekkingen. Dat doet de rest van de wereld niet. En begint nu een dam op te werpen tegen Trump. En ik heb nogal wat gesprekken gehad met mijn Amerikaanse vrienden, ook met politici uit Amerika, ambassadeurs. Realiseer je wel dat dit aan de hand is? Nou, dan zeg je, ja, dat valt mee. Maar ook die verblinding die wij collectief hebben gehad met betrekking tot de opkomst van China, hebben de Amerikanen nog steeds met betrekking tot de reacties die Trump uitlokt in de rest van de wereld. Ik geef één belangrijk voorbeeld. De dollar. Niet de militaire macht van Amerika is van groot belang, maar de macht van de dollar is van groot belang. Ja, dat is het Bretton Woods eigenlijk. Hè? Ja, dat stamt uit die tijd. En dus wat je ziet is dat pakweg 70, 80 zeggen sommigen. Ik heb niet nagerekend, maar laten we er even van uitgaan. Het merendeel van de transactie in de wereld, grote transactie, gebeurt in dollars. Dat betekent dus dat technisch gezien een transactie een Amerikaanse transactie ook is. En daardoor kan Trump ook al die sancties opleggen. Want dan kom je gewoon het land niet meer in. Dat is ook gewoon het probleem met ASML. En dat is het probleem wat we hebben gehad met Nord Stream. Dat bedrijven gedreigd worden van, als je bij dat en dat land in zee gaat, Iran, dan kom je Amerika niet meer in. Of dan kan je geen transactie meer doen in dollars. Nou, dat is echt een groot probleem. Maar je ziet dus nu dat zowel de Europese Unie als China, als Rusland, als Iran, als India nu bezig zijn om alternatieven te bedenken om buiten de dollar om transacties te gaan doen. Bijvoorbeeld Iran en India hebben een speciale bank opgericht om buiten de dollar om transacties te verrichten op het gebied van olie en gas. Ja, en dan zie je dus en dat is in die zin versnelt Trump de ondergang van het Westen, om het zo te zeggen. Ik heb dat ook beschreven in de zin van, populisten doen dat ook. Dat is ook zo'n woord, maar waar het natuurlijk om gaat is nationalisme, protectionisme, wat het natuurlijk feitelijk is. Dat versnelt die ondergang ook, want je moet je uiteindelijk aanpassen. Maar dat gebeurt niet. Dat is heel erg lastig in het Westen om je aan te passen, omdat we ook zo gewend zijn aan onze positie. Maar dat is misschien ook de tragiek van de situatie. Hè? Dus dat je En na die Tweede Wereldoorlog ziet dat wij mede door die ontwikkeling, waarin Amerika de orde bewaakt in het Westen, wij eigenlijk geopolitiek binnen Europa niet erg na hoefden te denken. Ja. En ook in strategische termen. En dat deden we hier in Europa. Dus en inderdaad in Europa, helemaal niet. Want we hobbelen gewoon naar Amerika. Dus we zien ook dat we onze defensie dan hebben verwaarloosd. En dat werkte allemaal. Ja. Vervolgens krijg je de jaren 60 revolutie, waarin het idee van het vrije individu, nazistaat, dat is iets achterhaald. Europa is het ook vooral... maar goed, hè. Maar, maar dat is natuurlijk wel... Er zit een hoop wensdenken natuurlijk bij. Er zit een hoop wensdenken bij. We hebben Europa niet echt als een strategische macht opgetuigd. Maar in ieder geval niet in militaire zin. Nee, maar de vraag is of dat zo ernstig is. Ik bedoel, natuurlijk na dat ding moet je er nadenken over een volgend boek. Maar dit is er wel een. Kijk, realiseer je, Trump, Poetin, Xi, die proberen allemaal de eenheid van Europa te slopen. Waarom denk je dat dat is? Als wij het over Europa hebben, dan beginnen we direct geweeklagen uit te barsten dat het politiek allemaal zo'n zootje is, dat niemand een besluit kan nemen, dat het allemaal zo lang duurt. Maar bijvoorbeeld Trump is erachter gekomen dat die Europese Unie een betonblok is waar hij zijn hand op stuk slaat. Een fantastische tweet, kon natuurlijk niet in de boek staan, maar een recente tweet bij de nieuwe commissie, die zei Juncker, ik kon niks met Juncker. Nou, dat zou wel beter worden met Von der Leyen. Dat wordt dus niet beter met Von der Leyen. Want Von der Leyen staat ook voor een blok met 450 miljoen inwoners. Een van de grootste economieën van de wereld gezamenlijk. Die een gezamenlijke handelspolitiek voert. Daar kun je op slaan wat je wil, maar er gebeurt niks. Maar ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En een ander punt is gewoon de regelmacht van de Europese Unie. Daar blinken we ook in uit. Ja. Daar zit ook een heleboel expertise op dat punt. Daar zijn de Engelsen ook achter gekomen. Maar de rest van de wereld neemt onze regels over, onze standaarden. Die Amerikaanse techbedrijven, die balen als een stekker, dat ze bijvoorbeeld aan onze privacywetgeving zich moeten houden. Dat is echt heel erg vervelend voor die bedrijven, maar iedereen doet het. En tegelijkertijd, dus ik denk inderdaad, dat is een mogelijk antwoord ook, dat Europa meer nog dan nu het geval is haar strategische positie eigenlijk onderkent. Ik ben daar minder negatief over dan velen. Absoluut, maar dan moeten we toch ook wel goed jouw boek tot ons door laten dringen, dat dit ook een fundamenteel economische aangelegenheid is. Dus dat je dus economisch strategisch ook moet nadenken. Dat werpt ook een ander licht op de hele Huawei-discussie. Zeker wanneer we naar het einde van jouw boek kijken, dan zeg je eigenlijk, we zien dat in China wel degelijk ook met een aantal problemen kampt, maar als zij in staat zijn om het op gebied van tech te winnen, dan met name dus de volgende revolutie, die nu volop gaande is, dan zijn ze toch de kanshebber om de wereldmacht te worden. En wie begrijpt dat? Trump. Tweede positieve punt over Trump. Ja. Hij snapt dat. Het is mij stellig overtuigd dat die hele discussie over die handelsoorlog en het gat dat er is. Het is een techoorlog. Daar gaat het niet om. Maar waar het om draait is inderdaad Huawei en ZTE. Ja. Dus de twee bedrijven die 5G-systemen kunnen bouwen. En dat zag je medio vorig jaar gebeuren. Toen ineens kwamen die bedrijven als een duveltje uit een doosje. Mij verbaast het absoluut niks. Want daar gaat het namelijk ook om. Kijk, als de ruggengraat van je toekomstige economie 5G is, en dat is hem. Want dat maakt namelijk Internet of Things nodig. Dat verbindt alles met alles. Dat maakt nieuwe applicaties mogelijk. We hebben het net al even gehad over die artsen die ineens allerlei mooie dingen kunnen doen met kunstmatige intelligentie. Dus dit wordt de ruggengraat van je nieuwe economie. Ja. Dan definieert eigenlijk alle standaarden die in technische apparaten zitten. Dan gebeurt er hetzelfde ook wat de Britten deden in de 19e eeuw en de Amerikanen in de 20e. Die definiëren ook de standaarden. Ik bedoel, dat klinkt abstract, maar je kunt heel makkelijk uitleggen. Het is wel handig dat een stekker in een stopcontact kan. Nou ja, het was destijds... Want dan heb je geen stroom. Het grote verhaal dat ik me van mijn vader herinner. Ja. Philips had de beste videorecord. Ja, video 2000. Ja. Maar het heeft het niet gered omdat ze te laat waren. Dat en de standaard werd gedefinieerd door VHS. Die slechter was. Ja. Maar die vervolgens wel bepalend was. Maar dat was nog relatief eenvoudig. Ja, dat was nog eenvoudig. Want realiseer je dat standaarden worden bepaald door bedrijven. Dus dat is onderlinge discussies, handjeklap, hoe je het ook allemaal zullen noemen. Maar daar komt dan een standaard uit. En dat gaat dan via bepaalde internationale organisaties. Dan zal je er niet mee vermoeien hoe het precies werkt. China is een staatskapitalistisch land waar economie politiek is. Ja. China kan dus ook politiek dat proces proberen te sturen vanuit zijn bedrijven. Ja. Dus dan wordt er gezegd van, ja, dat is een, privéonderneming. Ja, Amahula, helemaal geen privéonderneming, want al die grote ondernemingen die hebben een politieke commissaris. In de top zitten mensen uit Defensie, hè? Ja, en die politieke commissaris die sturen mede het bedrijf en wegen gemeenten dat je niet houdt aan hun opdrachten. En dat leidt ook wel tot grote problemen, omdat die politieke commissarissen natuurlijk met een politieke bril tegenkijken en de leiding van de bedrijven met een economische bril. Dus er zit een conflicterende belang in. Maar wil je nog kunnen overleven als bedrijf en geld verdienen, dan moet je dat gewoon accepteren. Dus dit is gewoon een politiek proces. Net zoals Belt and Road, die nieuwe zijderoutes, is een politiek proces. Maar dan komen we inderdaad op dat punt, hè, dus dat voor hen die economische expansie ook een politiek, terdege een politiek project is. Ja, en dat is met de technologie nu, hè, die sowieso natuurlijk de globalisering een enorme versnelling heeft gegeven. Ja, maar dat wordt dus ook politiek. En dat is dus een politiek proces. En dat is de crux. En die discussie wordt gewoon niet goed gevoerd in het Westen. Als je toestaat dat Huawei en ZTE, Chinese bedrijven, 5G aan gaat leggen in Europa, dan bepaal je dus ook hoe. Dan laat je China ook bepalen hoe het systeem wordt gebruikt. En hoe de toegang tot het systeem wordt geregeld. Ja. En wie alle applicaties gaat maken. Alles. En dan zorg je er ook voor dat alle data die worden geproduceerd via dat systeem ook kunnen worden afgevoerd naar China. Die discussie wordt niet gevoerd. Ik heb daar in dat boek heb ik daar aandacht voor proberen te vragen. Ik ben nog 2 keer in de Tweede Kamer ook geweest bij een hoorzitting hierover, ook over 5G. En ik heb het gevoel dat ze het niet begrijpen. Maar is het ook ergens niet de ernst van de situatie onder ogen willen komen en denken, en als die Chinezen, dan valt het toch ook wel mee? Het is een totaal gebrek aan kennis, mindset en strategisch denken. Dat is echt wat er aan de hand is. Maar, en men kan het niet beoordelen. Het is niet voor niets dat jouw boek zo grif verkocht wordt. Het is ook aan de 10e druk. Dus heel veel mensen die het lezen herkennen het probleem. Nou, mensen zijn ontzettend op zoek naar duiding over China. En of ze nou precies dit probleem herkennen, wat wel de kern is van... Nou, dat is wel van bladzijde 1 is dat toch... Ja, nee, maar dat is ook wel zo. Maar hoe dat ook technisch zit, daar ben ik nu nog maar summier op ingegaan. En toch, wanneer je kijkt naar 2019, de discussie rond Huawei, de discussie rond ASML, ik bedoel, men begint wel langzaam wakker te worden. Ja, maar waarschijnlijk te langzaam. Nou, kijk, wat er natuurlijk gebeurd is... Dat is ook heel geestig eigenlijk. En dus Trump die zegt, ik wil die lui er niet in hebben van Huawei en ZTE. Ja. Want wij Amerikanen hebben de beste 5G-bedrijven ter wereld. Hoezo? Er zijn helemaal geen 5G-bedrijven in Amerika. Dat zijn 2 Europese bedrijven, Nokia en Ericsson. Nu is het interessante dat Amerika zegt van Nokia en Ericsson, daar ga ik zaken mee doen. En Europa doet dat niet. Dat is toch krankzinnig op zich. Dat is krankzinnig. Dus daar zit dus het eerste probleem in. Maar het is ook heel makkelijk uit te leggen waarom Europa massaal gebruik moet maken van de diensten van de Chinezen. Kijk, waarom? De markt in China is heel groot, maar die is voor 80% afgeschermd. Voor Chinese bedrijven, dus dat zijn die 2 Chinese bedrijven die ik net noemde. Die kunnen daar behoorlijke prijzen vragen. De rest van de markt, 20%... daar moeten buitenlandse bedrijven zich eigenlijk dood op vechten. En dat zijn dus relatief lage prijzen die ze kunnen bedenken. Dat betekent dus dat China met al dat geld, en weer staatskapitalistisch land, economie is politiek, kunnen dumpen in Europa. Ja. Dus met het geld wat ze in China verdienen, kunnen ze dumpen in Europa. En dat betekent dus dat ze de Europese bedrijven eigenlijk in de hoek manoeuvreren. Maar eigenlijk zeg je dus ook... wacht, maar even. Ja? De Chinese bedrijven zijn 30% goedkoper, gemiddeld. Maar ze kunnen ook ervoor zorgen dat de research and development van die bedrijven in Europa wordt geremd. En dat betekent dus dat de technologische gat alleen maar groter wordt. Dus je hebt dan een KPN, ik noem maar wat, die zegt, ja, ik zul toch een bedrijf moeten hebben om dat spul aan te leggen, 5G. Dan ga ik voor de goedkoopste en ik ga voor de beste. Nou kom ik uit in China. En daar zit een geweldig probleem in. Maar wat je in feite zegt, van, nou ja, we hebben het niet alleen over dumping van staal. We hebben het in de kern over een concurrentievoordeel en een vorm van dumping, ook rond 5G. Ja, dat is ook zo. En wanneer je nu dat... Wij zijn natuurlijk jarenlang verleid, omdat China zo'n gigantische afzetmarkt is en een groeipotentieel heeft. Daardoor zijn we ook bereid geweest om enorm veel water bij de wijn te doen. Ja. En ook al volgden ze niet de regels van de vrije markt, nou ja, oké, dan gaan we wel op hun voorwaarden mee. En nu is eigenlijk het punt aangekomen dat je zegt, wij kunnen, en dat is denk ik het fundamentele, dat had ik ook bij lezing van je boek, eigenlijk is in die zin de nieuwe wereldorde al een feit, dat wij het uitgangspunt van globalisering, vrije markt, eigenlijk niet meer overeind kunnen houden. Als je zegt... Ja, maar globalisering is gewoon een... Nee, maar dus de globalisering zoals wij hem hebben voorgesteld... Ja. Die is eigenlijk op dit moment ten einde. Op het moment dat je gaat zeggen van er is dus een vorm van industriepolitiek nodig. Ja, dat is dus zo. Er is een vorm van protectionisme, bescherming van markten... Ja. Dat is dus het einde. Ja, ik ben er op zich allemaal op tegen... maar op het moment dat een land als China dit gaat doen... en je wil... En dat heeft alles te maken ook met je politieke onafhankelijkheid in Europa. Maar dat bedoelde ik dus met het einde van het proces van globalisering, zoals wij het de afgelopen decennia ons hebben ingebeeld. Omdat het politiek is geworden. Omdat die globalisering, die mondiale handelstromen, die supply chains, hoe je het ook allemaal willen noemen, dat is politiek geworden. Dat zijn instrumenten ook geworden van China, van politieke beïnvloeding. Terwijl voor ons is globalisering, handelspolitiek, dat is bijna iets neutraals. Nou ja, precies, dat is er gewoon. Nou, dat is dus voor de Chinezen niet zo. En dat is denk ik al de fundamentele verschuiving. Ja, en dat gaat dus. Het is eigenlijk wat China wil, is een soort neocolonialisme. En ze heeft gebruik gemaakt van de ruimte die is ontstaan doordat wij zo graag... Oh ja. Tegen... Ja. Maar je hoort mij ook, je hoort mij ook China niet beschuldigen van... Ja, weet je, als ik Chinese leider zou zijn, had ik hetzelfde gedaan. Slimmer gespeeld. Had ik het zo ook gedaan. Want ze zeggen, ja goed, wij volgen jullie regels niet. Maar ja, als jullie bereid zijn om toch mee te gaan... omdat wij gewoon goedkoop spulletjes leveren... daardoor jullie inflatie laag kunnen houden. Maar we hebben ons nooit gerealiseerd, omdat we zo niet denken... dat dit ook dus te maken heeft met politieke beïnvloeding. Ja, maar dit is natuurlijk een enorme naïviteit... En als je gewoon naar onze eigen geschiedenis kijkt... en wat wij altijd gedaan hebben... om te denken dat wanneer China op een gegeven moment opkomt... niet het geval zou zijn... dat is een enorme naïviteit geweest. Ja, het is gewoon ook onwil geweest... om het gewoon überhaupt te zien. Ik heb zoveel van die... Ik herinner me nog in Amerika... We hebben een keer meegewerkt aan de National Intelligence Estimate. Dat is een product wat de gezamenlijke inlichtingendiensten maken. Dat was onder Obama, dus dat is al een tijdje geleden. Maar toen werd al absoluut duidelijk dat Amerika's positie zou verzwakken... en dat China opkwam en dat grote gevolgen had voor de wereldorde. Ik kan me nog goed herinneren dat aan het begin van die Obama-administratie... de president moet dan zo'n stuk schrijven. Nou, ik werd ingevlogen om daar ook wat van te vinden. Toen heb ik gezegd van, moeten we dit niet gewoon in het stuk doen? Hè? Want wij zaten in een team om iets te vinden van wat die inlichtingendiensten hadden gemaakt. Moeten we dat niet gewoon daarin zetten? Nee, was niet. Hoeft niet. Ik zeg, maar waarom niet? Je kan toch gewoon zien dat dit het geval is. En dat heeft toch gewoon consequenties? Nee, hoeft niet. Maar zo zien we dat niet. Klaar. Ja. Einde discussie. Ja, jongens, maar op deze... Het is echt een soort struisvogelpolitiek. Ja, het is gewoon struisvogelpolitiek. Ik denk, ja, je doet je best maar. Ik bedoel, het is niet mijn stuk. Ik vind het leuk om hierbij te zitten. Dat vind ik meestal met dat soort dingen. Omdat je er heel erg veel van leert. Maar ja, dat is van een hele andere orde. Dus gewoon, het wordt weggeschoven. Dus nu even het laatste deel van ons gesprek. De balans opmaken. Dus je ziet dat dit zich voltrekt. Ja. We zien ook dat het Westen langzaam wakker wordt. Ja. Trump die toch een zeer nationalistische oplossing eigenlijk voorstaat. Europa, wat op een gekke manier naar elkaar toegedreven wordt. Hè, waar de landen naar elkaar toegedreven worden. Omdat aan de ene kant zien we dat gevaar van China wel enigszins. Aan de andere kant is ook duidelijk dat we niet meer onder de paraplu van Amerika kunnen schuilen. Wat zou jij nu als antwoord zien? Hè? Gegeven de nieuwe, als we zeggen van misschien vinden we toch een aantal van die waarden die we in het Westen met elkaar en ook in Europa met elkaar delen, die vinden we toch eigenlijk wel van belang. Hè? Dat er een zekere ruimte is voor types à la Rob de Wijk of Ad Verbrugge om zich uit te spreken, of wie dan ook. Hè? Dat wij een aantal van dit soort, laten we zeggen, typisch westerse verworvenheden, dat we die willen beschermen. Wat is het dan op dit moment nodig? Ja, het klinkt heel lullig eigenlijk. Samenwerking. En ophouden met dat gezeur over dat populistische gezeur, dat grenst aan het nationalisme en het protectionisme. Dat heeft gewoon geen zin. Kijk, even, als er grote veranderingen plaatsvonden, je bent begonnen met Gramsci, met dat in te rechten. Ja. Dan, er zijn twee reacties. De ene is beschermen. Houden wat je hebt. Dat is een hele logische, normale reactie. Wat dat betreft veroordeel ik ook niet mensen die populistisch, nationalistisch, protectionistisch... Ik kan het heel goed verklaren dat mensen dat doen. Dat is het punt niet. Maar het werkt niet. Dat heeft nog nooit gewerkt. Je moet je aanpassen. En omdat China zo groot is, is het zinloos om dat als land alleen te doen. Ik bedoel, wat is Nederland nou? Nederland is, we hebben altijd grote vingers over de mensenrechten in China. Ja. We waarschuwen China voor de laatste keer. Ik heb laatst ook in de Kamer gezegd van, hoor nou eens even. Ik bedoel, de nieuwe rondweg rond Beijing heeft ongeveer de omvang van de grens van Nederland. De buitengrenzen van Nederland. En daarbinnen wonen meer Chinezen dan dat in Nederland. Even om het in perspectief te plaatsen. Wil je tegen de massa van China iets doen, dan zul je samen moeten werken. Dan heb je dus niets aan een president in Amerika die economische oorlog gaat voeren met zijn eigen bondgenoten. Dat is het allerstomste wat je kunt doen. Dus wil je wat doen, dan begint het met samenwerken. Dan begint het met de Europese Unie, aangejaagd door de lidstaten, om tot een gezamenlijke visie te komen. Bijvoorbeeld over 5G. Ja. Bijvoorbeeld over het lidmaatschap van landen in het kader van Belt and Road, de nieuwe zijderoutes. Ja. Het begint met wat jij zelf al hebt gezegd, met een industriepolitiek. Je hebt hem nodig. Je hebt standaarden nodig die je zelf bepaalt. Met Amerika. Het kan. Maar ik vrees dat we niet een soort politici hebben die dat kunnen. Het is al lang de tijd van tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat we Churchill en Roosevelt hadden. Die over dit soort problemen spraken. En dat deden ze. Hè? In 1941, waar de basis is gelegd van de huidige wereldorde. Dan zeggen van, Churchill zegt, ik heb een probleem. Ik kan het leiderschap niet meer nemen van de wereld. Kan jij dat doen, Roosevelt? Nou, heeft hij gezegd, dat doen we dan maar, onder protesthouders. En dat heeft inderdaad geleid tot de wereldorde van vandaag de dag. Wil je nog iets overeind houden van die wereldorde, dan zul je moeten samenwerken. En dat kan vrij gemakkelijk realiseren. Ja, stel je voor dat Trump het TPP had omarmd. Dus het Trans-Pacific Partnership. Dus een relatie tussen Amerika en de landen in de Pacific. En dat was bedoeld om een dam op te werpen tegen China. Dat partnerschap is er gekomen, maar nu zonder Amerika. Als we vervolgens TTIP hadden gehad, waar ook heel veel oppositie was in Europa. Gedeeltelijk kan ik dat nog een keer volgen ook. Maar stel je voor dat je die beide had gehad. Die partnerschap tussen de EU en de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten tegen de rest van... met landen in de Pacific. Ja, weet je, dan had China gewoon geen kans. Gewoon niet. Het is onze eigen schuld. Nee, dat we in deze situatie maar dat is denk ik... Onze eigen schuld. Ik kan het China niet kwalijk nemen dat ze dit doen. Maar ik kan het ons wel kwalijk nemen dat we dit doen. Ja, het vergt misschien uiteindelijk ook een ander verhaal. Hè? Dat Europa zich echt op die dingen moet richten in geopolitieke zin waar het echt om gaat. Ja. Zoals bijvoorbeeld zo'n 5G en met andere dingen helemaal niet bezig zou moeten zijn. Ja. En dat je eigenlijk een nieuw verhaal rond Europa ook moet ontwikkelen. Waarin je misschien enerzijds ook die nationale staat gewoon meer teruggeeft. Dus jongens, daar gaan we gewoon. Want dat wij hebben de grote. Dat was mijn boek in 2005. Dat was de essentie. Ja, ja, maar dat is denk ik inderdaad het vraagstuk. Dat is de essentie. En ik vind dat nog steeds. Ja. Zorg ervoor dat je een aantal van je beleidsterreinen bundelt. Op economisch en op defensiegebied. Ja, economisch is nog heel belangrijk. Laat de rest, jongen, hoe je het wil organiseren. Precies. Laat het over gewoon aan Nederland of aan België. Of daarmee neem je ook die, laten we zeggen, destructieve vorm van populisme de wind uit de zaak. Ja, en dat moet echt gebeuren. Ja. En ik wil nou een opvolger hiervan gaan schrijven. En ik denk dat ik deze opmerking gewoon weer maak. 15 jaar geleden heb ik er voor de eerste keer over geschreven. Maar het is volgens mij echt nog steeds de enige oplossing die er is. Oké, hey, dankjewel. Graag gedaan. Ja.